Yo mensen, Jaras hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life 25 maal op schrok je vriend. Ja, je schrok. De tussenstand natuurlijk op dit moment is dat wij 21 MOABs hebben gedropt. Dus de tussenstand die gaat echt gewoon lekker. Maar dan krijgt lekker vooruit. En we moeten nog 4 MOABs halen om de serie te voltooien. Want we moeten zo snel mogelijk natuurlijk 25 MOABs droppen. Dus we pakken vandaag de MP7 erbij. Want het is natuurlijk de map hard, hè. Dus dat is een klein, redelijk klein mapje. En de MP7 is hier wel ideaal voor. Dus we gaan kijken natuurlijk of we de MOAB kunnen halen. Mocht je deze serie leuk vinden, ram dan meteen op die like knop. En ik wil gewoon door naar de 22 MOABs. Dus kom op jongens. Dat midden dat vermijden we eventjes. Want ik wil meteen hier naartoe rennen natuurlijk. Netje daar overheen gooien en meteen doorrennen. Want ze komen hier... Dat bedoel ik. Oeh, die fan speelt met een striker. Die fan speelt met een striker. En die fan speelt met een sniper. En teammate, wil je me volgende keer niet killstealen alsjeblieft? Kijk uit, want ik wil die vlag niet oppakken. Ik heb er niks en als je me gaat lopen nijven, maat. Je kan beter... Zo, de knetter was er hiervoor. Je kan beter je eigen spelletje gaan spelen in plaats van mij non-stop nijven. Oké, even reloaden, want er komen hier sowieso meer enemies aan rennen. Dat bedoel ik. Ze kunnen ook nog via de andere kant komen. Dus die vlag ligt echt op een kutplek. Dus als iemand die vlag oppakt en nu gaat rennen met die vlag, ren met die vlag. Achter je teammate, er loopt er een achter je. Ik zei het, er loopt er een achter je. Twee zelfs. Die fans, hij speelt met een... Hij speelt met een shotgun. Volgens mij is het de USAS, als ik het goed heb. Nee, de SPAS. Oké, hij speelt met een SPAS. De SPAS is je shotgun. Je kan op zich redelijk ver schieten als hij hem op de juiste manier gebruikt. Dus als hij ermee schiet en hij heeft één lucky schot... Dan kan hij me echt gewoon op de meest lange afstand ooit gewoon killen. Dus daar moet ik natuurlijk wel goed gaan opletten. Want je wil niet door die spas doodgaan. En nu weet ik het. En ik ga er door dood. Oh my god. En hij killt hij mij ook echt. Hè? Van iedereen die daar kan killen. Van al mijn teammates die erbij staan. Killt hij mij. Briljant enemy. Briljant. Even goed gaan opletten. Ik probeer om te gaan lopen. Want die spas vent die zit sowieso deed in het midden. Die gaat niet via de zijkant lopen. Want dan kan hij natuurlijk geen kills mee oppakken. Dus je weet van die spas. Dat was hem. Je weet van die spasvent dat hij de hele tijd waarschijnlijk hier ook doorheen komt lopen. En we spelen tegen stunners. En ik krijg mijn tactical mask pas, mijn bless shield pro pas, als ik 7, 8 kills heb opgepakt. Dus dat is natuurlijk niet echt het juiste wat hier kan gebeuren. En teammates, ze komen weer door die buis heen hoor. Ik wil niet heel veel zeggen, maar wat? Hoe fuck? Die vent die kill met 2 kogels. Holy balsack. Komen jullie in mijn rug of niet? Ja, dat zie je wel. 2 man, 3 man, 1... Kom maar. Dankjewel, teammate. Kom er nog meer. Holy balsack. Dat was even lucky. Teammate, rot om met die vlag. Oh, hij gooit een vestje bij meneer. Maar je hebt die vlag in je handen, maat. Geef dat vestje. Thanks. Dankjewel, Yara. Het is een Yara, by the way. Alleen, die Yara... Ik word genijpt met een vestje aan. Wat een bullshit. Alleen die Yara die gooide een vestje bij meneer, maar had die vlag in zijn handen. Dus die enemy wist natuurlijk precies dat hij naast me zat. Maar dankjewel voor je vestje, jongen. Maar het probleem is, dit potje is pas 2,5 minuut bezig. En zoals je zelf ook al kan zien, is eigenlijk het potje al afgelopen. Dus dit is niet echt hetgene wat ik wil dat er gebeurt. Want ja, het potje is zo goed als al afgelopen, joh. Kijk naar het scorebord. Boom, je bent dood. Oh, je leeft nog, what the fuck. Nou, dan leef je nog, joh, ook goed. Dit potje gaat veel te, maar ik gaat veel te snel voorbij. Dus ik kan hier niks doen, man. Dit is het enige probleem. En dat is natuurlijk het jammer aan Team Defend, dat soms die potje zo snel voorbij gaat. Wat de... Teammate, ik zweer het je, maat. Wat doe jij? Oh my god. Ik liep tegen hem aan en dan kon ik niet meer weglopen. Ah, jongens, soms. Ik heb het al 100.000 keer gezegd bij de WM video's. Je moet door teammates heen kunnen lopen, Call of Duty. Maar nog steeds hebben ze dat niet toegepakt. En waarschijnlijk gaat het er natuurlijk ook nooit komen. Maar ik hoop het wel dat op een of andere dag... Je ooit door je teammates heen kan lopen. En dan zit er hier nog een naam, maar die gooit de predator op mijn kop. Rot op, want ik weet dat ik hier zit. Je ziet wel, ik weet dat je daar zit. Dankjewel. Ja, ik kan hem al opnieuw meer halen, jongens. Kijk naar het scorebord. Ik ben nu lekker bezig. Ik zit nu op een lekker streakje, maar mijn teammates pakken de hele tijd nonstop die vlag op. En het potje lekt, dus er komt een hacker in. Ja, kom maar op, hackertje. Het potje zit er toch al op. Ik wil wel even die jaren persoon bedanken voor zijn vestje. Alleen helaas heeft het niet mogen baten, want ik werd genijfd. Als ik daar niet was genuid, had ik waarschijnlijk mijn specialist bonus en alles kunnen halen. En... Oh, dat is een hacker. Oh, en dan had ik waarschijnlijk nog wel de mob misschien wel kunnen droppen natuurlijk. Maar die hacker is gejoined zoals je kan zien. Dus dankjewel hackertje voor nog even het verneuken van de lobby terwijl die er eigenlijk al op zit. Ik ga het potje nog wel afmaken, want ik wil eventjes niet die hacker laten winnen. Want hij mag dan wel leuk hacken en het potje mag nu wel kaart leggen. En die vent die mag wel C4 en alles op mijn kop gooien. En dan komt de hacker weer aan. Ja, ik ben weer dood.
Maar ik wil dit potje nog winnen. Het is 2 tegen 6 op dit moment. Want mijn hele team is natuurlijk geracequit vanwege die hacker. Maar ik wil gewoon dit potje nog even winnen. Dus kill die vent die daar ligt. Zo, dat is weer een killetje erbij. Even tegen die hacker spelen en even die hacker ownen, man. Let's go, is weer een killetje erbij. Dat is nog... Nee, dat was 1 kill. Fuck. Let op die hacker, jongens. Kijk uit, want die vent heeft wel leuk die vlag in zijn handen, maar... Oké, dat is weer een kill. Goed zo, teammate. Oké, nu wegrennen hier ook. Oh, dat is niemand. Sorry. Dat is wel iemand. Waarom staat die vlagvent hier, oh? Terwijl die vlagvent achter me loopt. Ga weg, hacker. Rot op. Die hacker loopt achter mij. Rot op. Dankjewel, jongens. Kom op, we kunnen nog winnen. Ik zweer het je. Ik heb geen zin om te verliezen van een hacker, man. Dat vind ik nooit leuk. Oké, die hackervent loopt daar. Dan gaan wij even de andere kant op. Althans, de enemies komen wel hier allemaal. Niet op mij schiet, hacker. Rot op. Schiet maar lekker op iemand anders. Oké, wij rennen door. Want we moeten wegblijven bij die hacker. Want anders killt hij ons natuurlijk. Let's go. Dus weer een kill. Ik zit nog op 3 streak ook tegen een hacker. Oeh, kill hem. Die hacker loopt daar. Maar dan gaan we weer de andere kant op. Moet gewoon bij hem wegblijven, man. Dan kan hij ook geen kills krijgen. Alleen nu weet ik niet meer waar die is. Oké, fuck it. Ik ren erin. Teammate, ga jij maar voorop met je riot shield. Kijk uit, komen ze. Kill ze. Kill ze. We hebben de kills nu hard. Hacker komt eraan. Hacker komt eraan. Oh my god. Oh, kut. Dat is de hacker. Uh-oh. We gaan trollen. Troll de hacker. Laat maar zitten. Nog een paar kills, jongens. Ik ga dit potje winnen. Fuck die hacker. Ik wil sowieso dit potje winnen. Het maakt me niet uit hoe ik win. Ook al winnen we met echt het dikste geluk ooit. Als we maar winnen. Daar gaat het om. Oh, en in mijn rug zit er nog een. What the fuck komt die vandaan? Kill de hacker, jongens. De hacker loopt hier. Andere kant op. Andere kant op. Wegblijven bij die hacker. Let's go. Ik heb een assist. Dus weer een killetje. Nog 3 kills moeten wij maken. En we gaan sowieso nog winnen. Die hacker staat pas 11-0. Hij heeft pas 11 kills gemaakt. Terwijl hij niet dood kan. Wat een debiel. Wat een debiel. Oh, dat is zo slecht, hè. Als je een hacker bent, je bent onzichtbaar. Niemand kan je killen. Je verliest het potje. En je maakt 11 kills in fucking 3 minuten of zo tijd. Dat is echt slecht. En dan weet je ook dat die hacker hackt. Omdat hij anders gewoon geen kills kan pakken. Dus L-Magic, fuck jou. En mensen, bedankt voor het kijken natuurlijk. Niet fuck jullie, maar wel bedankt. We hebben hem al niet gedropt. Helaas werd ik genijfd toen ik mijn vestje aan had. En ik weet niet hoe die hem ook knijft, want een dikke commando knijft. Maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Mensen vroegen, waarom speel je altijd Team Defender? Meeste hackers kom je hier tegen. En alsnog ben ik er één tegengekomen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. 1000 likes is natuurlijk meer. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye, mensen.